Maar ik zag laatst de uitzending van Louis Theroux. Die praat met mensen die weten dat ze dus doodgaan. Ook jonge mensen. En echt met tranen voor de televisie. Ik huil heel snel trouwens. Ik zeg niet snel, ik hou van je, maar ik janken doe je? Ja, ik kan echt, oh, ik kan huilen. Maar ik werd daar zo verdrietig van. En tegelijkertijd dacht ik, wow, wat mooi. Die mensen hadden het constant over God. En je zag gewoon dat ze heel veel kracht gaf en heel veel hoop gaf. En ik vind dat heel mooi. Ik vind dat echt. Dan denk ik ook, oh ja, zo zal ik dan misschien ook wel zijn. Of dan denk ik, oh, dat is er dan straks. Om het een hand te geven als het voorbij is. Ik heb dat nodig. Je kan zoveel mensen om je heen hebben, maar ja, zij zijn er. Zij mogen doorgaan en ik niet. Dus ze kunnen me troosten wat ze willen. Dat heeft geen zin. Ik heb toch echt iets meer nodig dan gewone mens. Jij verwacht dat God er dan is op het moment dat je... He better be. Ja, nee, ik hoop het.